De grote kerkvergadering van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, meer bekend als de synode, wordt na een uitstel van 2 wederom gehouden deze week. Na de officiële opening gisteravond met een kerkdienst is er vandaag een aanvang gemaakt met de werk- en toekomstbesprekingen. De vergaderingen worden belegd in de Wanica-kerk. In gesprek met onze redactie vertelt Desiree Peerwijk, preses van de provincie Suriname, wat er de komende dagen zal gebeuren tijdens de synode. Een synode is een grote kerkvergadering waarbij eigenlijk alle organen, je zou zeggen alle structuren van de EBG vertegenwoordigd zijn. En we hebben dus gisteren de opening gehad en vandaag zijn we gestart met dus de werkbesprekingen. Het provinciaal bestuur is het hoogste orgaan in de intersynodale periode, dus de periode tussen de synodes. En tijdens de synode moet het provinciaal bestuur verantwoording afleggen. En ook wordt er gesproken over het toekomstig beleid. Dus vandaag hebben we het verslag van de afgelopen periode behandeld, besproken. En er zijn vragen gesteld en we hebben getracht ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Peerwijk vertelt verder dat er gemeenten uit Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Frans-Guyana vertegenwoordigd zijn tijdens de vergaderingen, samen met in totaal meer dan 60 Surinaamse gemeenten. De preses stelt dat er lang gewacht is om de synode weer te organiseren. In principe stond de synode gepland voor 2020, maar moest vanwege de COVID-19-pandemie worden afgelast. Vanwege dus de hele COVID-situatie is het steeds verschoven, eigenlijk met 2 jaren verschoven. We hadden dus toen ook ons voorgenomen om een digitale synode te hebben. Maar u heeft zelf gemerkt dat soms je echt lang bezig moet zijn. En als je het digitaal zou doen, dan is het ook niet gezond om zo lang achter een scherm te zitten. Dus we zijn toch voorstander om het fysiek. En we zijn blij dus dat die COVID-situatie niet zo erg is. Ja? En dat we nu fysiek bij elkaar kunnen komen. Maar het is ook leuk om de mensen te ontmoeten die je lang niet hebt gezien. Dus ook een beetje socializen met elkaar. En samen het beleid van de kerk te bespreken en de toekomst van de kerk te bespreken. Peerwijk zegt dat de COVID-situatie de kerken heeft gedwongen zich aan te passen aan het digitaal gebeuren. Voor wat betreft de opkomst in de verschillende gemeenten is er in de afgelopen periode een daling te merken. De preses benadrukt dat het nu de gemeenten zijn die zich moeten inzetten om meer leden te werven. De synode duurt tot en met vrijdag. President Santokki is als eregast uitgenodigd om de sluiting bij te wonen.